volksvertegenwoordigers die kleden zich op hun paasbest. De pracht en praal van Prinsjesdag. En alle ogen zijn natuurlijk gericht op het gewaad van de koningin. Maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de hoofddeksels van de dames. De een noemt het een waardevolle traditie, een ander bestempelt het als poppenkast. Maar wat vinden de stadjes daar nu van? Wij sturen onze hoofddekselspecialist Martin. Nou, er komen twee prachtige dames aan. Het is vandaag Prinsjesdag. Ja, dat weten we wel. Het is ook zo. Heeft u er zin in? Nou, ik was het eerlijk gezegd even vergeten. Ja, ik vind het één groot feest. Je vindt het wel één groot feest? Ja, natuurlijk. Ben je ook altijd nieuwsgierig wat voor hoedjes ze op hebben? Ja, het zijn altijd hele bijzondere creaties. Het is vandaag weer Prinsjesdag. Ja, wat wilt u daarmee zeggen? Een leuke dag. Het is een leuke dag, ja. Het is een poppenkast. Nee, dat is geen poppenkast. Dat is traditie voor, voor ons land. Ja. Ik vind het echt een poppenkast. Je kijkt er niet uit, het is gewoon poppenkast. Ja. Gewoon mee stoppen. Ja, gewoon afschaffen. Ja, dat is ook een antwoord. Ja, toch? Het kost alleen maar geld. Volgens mij zitten we enigszins in de recessie en geeft er maar een mooi geld aan uit. En SM Hoenen helpt dat zover. Wat heeft dat dan voor functie? Ja, weet ik niet. Ze denkt dat ze mooi zijn. Ja, nou, een hoed heeft wel een bepaald effect. Maar ja, het is net de gelegenheid waar het een beetje bij hoort. Iedereen, ook van de regering, hè, met een hoedje op, het ziet er altijd wel prachtig uit. Ja, maar die houden zonder hoedjes vind ik mooi. Nou ja, kijk, iedereen vindt het wel eens leuk om een toneelstukje op te voeren. En zij blijkbaar ook. Dus een beetje, show. Omdat je zo enthousiast bent, mogen we bij de hoedenzaak hoeden passen. Okay. Heeft u zin om mee te gaan? Even kijken, want Stijnpaar, ik heb een heleboel mooie gezien. Nee, we moeten nog zoveel dingen doen. Nee, binnen 5 minuten zijn we klaar. Nee. Ja? Ik heb toevallig een heel mooi schipperspetje gekocht. Misschien heb je hem... Een duspetje? Zou ik die zo doen? Ja. Of is geen duspetje? Staat die ook prachtig? Ja, staat ook prachtig? Ja. Ja, nou, geweldig. Dat zijn vrouwen naar mijn hart. En ik weet dat ze hier prachtige hoeden hebben. Drie maar aan de tand is weinig zin. Daarom vind ik informatie in. Hoeveel hoedjes, oh la la. Hoeveel hoedjes, ja la la. Hoeveel hoedjes heet de koningin. Wat doet een hoed voor een vrouw? Dat maakt de vrouw veel mooier. Zelfbewust, ziet er beter uit. Gewoon hartstikke goed. Zien we vanavond ook vrouwen die hier een hoed hebben opgehaald? Ja, die zie je vanavond. Vanavond, ik bedoel, die lopen nou natuurlijk al rond. Met hoed. Gaat u niet vertellen. Wie? Vertel ik niet. De mensen die het dragen, die weten het wel waar de hoed vandaan komt. En dat is het goed. Hoeveel hoedjes heeft de koningin? U was bijna een beetje huiverig. Nee, vraag. Ja, maar wel heel sportief dat u meeging. Wat vond u van? Nou, leuk. Ik wist niet dat ze hier zou komen doen. U had er ook plezier in? Ja. Allebei? Ja. En gewoon blij. Ik zou zeggen van doe het vaker. Nee. Waarom niet? Dat zou niet. Ja, maar die dik kan je wel op hebben. Maar als het met dichtste wind is, dan is de vloep. Nee, dat is de paraplu. U heeft beide een aantal hoeden opgehad. Welke was de mooiste voor u? Die blauwe. Plaatje. Dat was deze. Nou, kijk nu eens. Echt. Geweldig. U heeft ook één uitgekozen, hè? Ja, ik heb deze. Of die deze was dat. Nee, deze had u uitgekozen. Niet gelijk de hele... Ja, zo. Zo, hè? Prachtig. Dat moet u gewoon vaker doen. Ja, zou ik doen. Hahaha.